COVID-19 maatregelen, COVID-19 informatie, dat is er vandaag verstrekt in het parlement aan parlementariërs door het COVID-management team, door andere deskundigen. We spraken hierover met VHP-parlementariër Krishna Mathura en Mathura geeft aan wat deze informatievoorziening of wat zij verder allemaal aan informatie hebben gehad. Nou, we hebben een COVID-management team gehad in het parlement. U weet, we hebben de wet aangenomen. Burgerlijke uitzonderingstoestand. Wij hebben tegengestemd hoor. Dus het parlement heeft die wet aangenomen. Wij hebben tegengestemd. En in die wet is opgenomen dat er binnen het parlement een commissie komt. Waar dus de regering verslag aan doet en die de regering gaat controleren. Zeker wat betreft het noodfonds van bestaande uit 400 miljoen. Want het mag niet zo zijn, want dat is wat we afgelopen jaar hebben gezien. Dat de regering geen verantwoording aflegt. Dus het parlement is in die wet opgenomen dat er een speciale commissie komt in het parlement die de regering gaat controleren. En dat is vandaag ingesteld. En het bestaat uit leden van verschillende fracties. Maar wat je hebt natuurlijk, wat je krijgt, is dat de meerderheid wederom bestaat uit mensen van de NDP. Dus de besluitvorming is helemaal NDP. Er is geen enkele inbreng van geen enkele andere partij daarin. Ja. Hebben jullie vragen gesteld waarom alle eerder aangekondigde maatregelen weer met 14 dagen is verlengd? Nee, dus ja, het is gesteld. Er was een huishoudelijke vergadering. Toen was de regering er niet. Maar daarna is er een presentatie geweest van de regering en het COVID-management team van de regering. En daar hebben dus meneer Vrede, infectioloog en nog een arts een presentatie gehouden. En zij hebben dus eigenlijk aangegeven in hun presentatie van wat de situatie is op dit moment in Suriname. En waar dus een reële dreiging is, waar de zorg is, wat hun conclusies is van de afgelopen periode en wat hun aanbevelingen zijn. En dat komt eigenlijk erop neer dat Suriname wel kordaat heeft gehandeld met betrekking tot de lockdown, zeg maar. Sluiten van het luchtruim en grenzen sluiten en dat daardoor eigenlijk geen spreiding, community spreiding heeft plaatsgevonden, dus echt verspreid is. De cases die we hebben gehad, die zijn gebracht uit het buitenland. Mm-hmm. En het is eigenlijk bij 10 gebleven. Ondertussen zijn 6 genezen verklaard, 1 is overleden en de rest ligt nog in het ziekenhuis. Wat ze hebben aangegeven, dat er geen lokale besmetting is geweest. Dus dat is heel goed. Een tweede wat ze hebben aangegeven in zorg is dat je, ook al heb je dus de vrees was eerst uit Nederland, maar nu blijkt dat dat niet zo erg is. Maar als je kijkt dus naar de grenzen in grenslanden, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië, dan zie je dat de spreiding daar veel harder gaat. En dat hun aanpak een andere aanpak is en dat eigenlijk zeg maar frequent mensen de grens oversteken. Want die grens is heel lang, is 500 zoveel kilometer. Dus die grens is heel lang. En die grens is moeilijk te bewaken. En mensen komen op en neer, gaan op en neer. En daar heeft men gezegd van, dat is een heel, een zorg, zeg maar. Ze maken zich zorgen daarover. En ze hebben wat aanbevelingen gedaan. En die aanbeveling is dat we veel meer moeten samenwerken met Frans-Guyana, dus met de buurlanden. Mm-hmm. En eigenlijk hetzelfde patroon aan maatregelen moeten hebben in alle landen. Tweede is dat we betere grenscontrole moeten hebben. Dus dat er op verschillende plekken controleposten komen. Mogelijk Frans-Guyana kan ondersteunen met testmateriaal en beschermingsmateriaal. En dat de regering ook meer de ziekenhuizen meer geld kunnen gebruiken daarvoor. En verder heeft men gezegd van laten we langs Marowijne ook plekken creëren waar mensen geïsoleerd kunnen worden. Dat zijn zo'n beetje de maatregelen, de aanbevelingen die men heeft gedaan eigenlijk.
Ja. We zien dat intussen de president ook zijn verontschuldigingen heeft aangeboden, mevrouw Matura, aan die gemeenschap, waar de president zelf zich niet hield aan de regels van de COVID-19 of de COVID-19 maatregelen. Vindt u wel dat deze regering hele issue of hele COVID-19 wel serieus aanpakt? Nee, de president zeker niet, de regering niet. Maar wat je wel ziet is dat het team van deskundigen, de artsen, de infectiologen, het ziekenhuispersoneel, mensen van nationale veiligheid, dat NCCR, dat ze heel erg professioneel handelen en heel erg serieus daarover zijn en dat ze kordaat optreden en zij adviseren de regering. En je ziet zelf dat de president zelf er een potje van maakt, hè? Dat hij het echt als een spelletje neemt en dan weer, weet je, hij snapt de serieusheid kennelijk niet ervan. En ik denk dat we ook weinig aandacht moeten besteden eraan, want ja, hij is wel president, maar als je niet serieus bent en een potje van maakt, dan moeten we weinig tijd besteden meer. Ik vind dat dat een aflopend proces is en geen energie besteden daaraan. Ik denk dat we als samenleving ons moeten focussen van wat is onze eigen verantwoordelijkheid daarin, wat kunnen wij zelf doen en hoe kunnen we ondersteunen aan het team van deskundigen dat elke dag ermee bezig is. Want uiteindelijk doen zij het met heel veel moeilijkheden. Want kijk, als het een sterke regering was, een serieuze leider was, dan had die echt serieus ondersteuning gegeven. Die ondergraaft eigenlijk het hele team. Wat het team zegt, die gooit het naast zich neer en dat moeten we niet hebben. Dus ik denk dat we als samenleving liever kunnen luisteren naar het deskundig team, naar de experts en daar onze ondersteuning kunnen geven. Je merkt ook aan andere zaken, bijvoorbeeld, kijk, die COVID is een gezondheidsissue, niet alleen een gezondheidsissue, maar het heeft een andere kant. Het heeft de kant van voedselvoorziening. Het heeft de kant van bedrijven die nu niet kunnen produceren en nu hele grote verliezen lijden. Het heeft de kant straks van als die bedrijven niet produceren en niet verdienen, hoe gaan ze hun werknemers betalen? Dus je moet eigenlijk als leider, zou je niet hier moeten kijken, net zolang als je neus lang is, maar je moet verder dan je neus kijken en kijken van wat staat ons te wachten als land over een maand, over 2 maanden, over 3 maanden, over 6 maanden. En hoe gaan we als land daarop voorbereiden? En je ziet dat de regering totaal zwijgt daarover. Ik heb keer op keer in het parlement heb ik voorstellen gedaan van benoem een multidisciplinair team, een team dat bestaat uit verschillende disciplines, ja, economen, ondernemers, sociale partners, vakbeweging. En laat mij gaan kijken van in de verschillende sectoren, wat doet COVID-19 met onze landbouw? De markten zijn gesloten, mensen kunnen hun producten niet aan de man brengen, mensen lijden schade, mensen kunnen niet oogsten. Nou, zijn ze nog gemotiveerd om te planten? Want als zij stoppen met planten, hebben we straks een ander probleem over 2 maanden. Dan hebben we niet voldoende groenten. Wat doet het met vlees en vis? Wat doet het met luchtruim is gesloten, toeristen komen niet. Wat doet het met hotelwezen? Wat doet het met horeca? Al die bedrijven die eten verkopen. Weet je, die restaurants en die warungs, het zijn allemaal eenmansbedrijven. Heel vaak zijn het kleine bedrijven. En die bedrijven verkochten aan bijvoorbeeld toeristen. En dat was hun bron van inkomsten. Wat doet het daarmee? Wat voor impact heeft corona op bijvoorbeeld taxiwezen? Je ziet nu ook een trend van, het zijn ook allemaal taxiwezen, zijn hosselaars. Zijn mensen die hosselen, die proberen door taxi te rijden eigenlijk in hun levensonderhoud te voorzien. En als je geen ritten krijgt, toeristen zijn er niet, je krijgt geen ritten, dat betekent dat je inkomstenderving hebt. Nou, dat moet allemaal bekeken worden. Bussen rijden niet, mensen moeten medicijnen krijgen. Hoe gaan ze hun medicijnen halen? Mensen moeten noodzakelijke dingen doen. Hoe gaan ze dat doen? Mensen moeten inkopen doen. Hoe gaan ze dat doen? En nu merk je dat die mensen aangewezen zijn op taxi. Ze moeten meer betalen. Dus
enerzijds hebben die mensen al een probleem en anderzijds worden die mensen gestort in een ander probleem van meer kosten. Zonder dat de regering enige houvast biedt van hoe lang gaat dit duren en hoe komen we je tegemoet en wat gaat er over een maand? Is dit voor een week? Is dit voor 2 weken? Is dit voor 3 weken? Want kijk, die mensen die inkomsten derven, die moeten ook weten hoe lang gaat dit duren. Weet je, hoe moet ik omgaan met het beetje spaargeld misschien, of het beetje de geld dat ze hebben, die gaat opraken. Dus je ziet dat de leiding van het land faalt, de regering faalt. Ze kijken alleen nu 2 weken verlengen en meer dan niet en de rest van die samenleving moet bekijken. En dat moet het niet zijn. Leiders behoren vooruit te zien. Leiders behoren 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar vooruit te zien. En te kijken van hoe gaan we iedereen betrekken om als land voor te bereiden van wat er gaat komen en hoe gaan we daarmee dealen. Zodat 1 geen doden vallen. Weet je, we willen geen coronadoden meer en we willen ook niet dat mensen doodgaan van stress. En we willen ook niet dat mensen doodgaan van andere dingen, van andere ziekten of dat ze geen eten hebben. Of dat mensen zoveel stress hebben dat ze allerlei gekke dingen doen. Weet je, dat kinderen geen eten krijgen, baby's geen eten krijgen, et cetera. Dus dan moeten, of dat bedrijven kapot gaan, weet je, want we hebben miljarden leningen, dus we willen niet dat bedrijven kapot gaan. En dat die banen die we hebben, mensen die een baan hebben, dat ze hun baan behouden. Dus dat zijn zaken waarop de regering zou moeten focussen. Ja? En zicht op onderwijs? Ook zicht op onderwijs. Bijvoorbeeld mensen die dromen hebben, jongeren die dromen hebben. Jongeren die echt dit jaar willen afronden en dit jaar niet willen verliezen. Daar moet je ook mee praten. Je moet constant communicatie op gang brengen van jongeren. Dit is een situatie, maar maak je niet druk. We gaan inhalen. Zo gauw deze coronavirus voorbij is, gaan we inhalen. Geef wat voorlichting. Van hoe ga je in deze tijd om? Wat kan je doen? Wat kan je niet doen? Hoe blijf je bij? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet thuis beginnen te vervelen? En uit verveling allerlei andere dingen beginnen te doen. Kijk wat programma's, pas programma's aan. Op tv, geef instructies aan media, deskundigen, media mensen. Ik bedoel, er is zoveel te doen wat de regering zou kunnen doen, want het is een crisis wereldwijd, maar we als land kunnen veel doen, eigenlijk veel meer doen dan wat we nu doen, om toch vooruit te gaan en aangenaam bezig te zijn en gelukkig. En dat die stress en onzekerheid hoeft niet zo dramatisch te zijn eigenlijk. Mevrouw Matura, u bent een van de eerste parlementariërs geweest die de politie erop wees om zich te houden aan politiehandvest. Maar er zijn beelden opgedoken het afgelopen paasweekend waar we zien dat een burger zweepslagen heeft moeten incasseren. Dat is maar een beeld, we weten niet of er meerdere zijn. En we horen ook vuistslagen, schoten in de lucht. Wat zegt u nu? Nou, ik heb meerdere beelden gezien. Ik keur het helemaal af. Dit is in strijd met alle wettelijke regelingen. In strijd met het handvest. In strijd met het wetboek van strafvordering. In strijd met instructie voor ambtenaren van politie. En dit mag niet getolereerd worden. Ik heb toen al aan de minister gevraagd. Minister, u moet corrigeren. U moet laten onderzoeken. En moet corrigeren. En dit, u moet instructie geven dat dit absoluut niet mag gebeuren. Dat heeft de minister aangegeven. En u ziet dat het door blijft gaan. Dus dat betekent dat mensen geen gezag meer hebben voor regeringsmensen, voor het bevoegd gezag, voor de regering. En dat politie gewoon hun eigen ding doet. En je ziet ook dat in een reactie van de korpschef, hij weet het niet, hij gaat het laten onderzoeken. Ik bedoel, zo'n labiele houding van een korpschef, dat zou toch niet mogen? De korpschef had, deze video's dateren niet van 1 dag, al een aantal dagen, al een week. En ik denk van, weet je, als korpschef had je kordaat moeten handelen en zeggen van, luister, paal en perk aan dit soort gedrag. Politie moet conform wettelijke regelingen handelen. Daarbinnen moet ze blijven. Als andere mensen regels overtreden, betekent niet dat de politie ook regels mag overtreden en buiten hun boekje mag gaan. Nee, dat mag de politie absoluut niet doen. De politie moet keurig zijn, de politie moet de mensen wijzen dat ze regels overtreden, maar zij moeten zelf conform regels handelen. Want anders is er geen verschil tussen mensen die regels overtreden en de politie. Want die doet het ook.
Het is net als de president, toch? Die zegt van, je moet regels in acht nemen, maar hij overtreedt zelf die regels. Waar is de geloofwaardigheid? Weet je, waar is de geloofwaardigheid in de politie? Waar gaat de geloofwaardigheid in de president? Het gaat weg.